We staan hier bij Tejin in Delfzijl en naast mij Edith Romp. Edith, waar staan we hier? We staan hier voor de TDC-fabriek. En de TDC is een van de monomeren die we gebruiken voor het produceren van ons uiteindelijke product. En dat product is Twaron. Nou, de uitdaging was om ons verbeterproject wat we gestart zijn, dat noemen we Goud, om dat tot een succes te maken. En onderdeel van het verbeterproject is om het maximaal uit onze mensen en uit onze fabrieken te halen. Dat hebben we gedaan door een echt verbetertraject te starten. We zijn en aan de cultuur in de organisatie gaan werken door het introduceren van een zogenaamde mindset. En daarin verwoorden we het gedrag wat we graag willen hebben om onze doelen te halen. En daarnaast door technische verbeterslagen te maken door in multidisciplinaire teams bepaalde doelstellingen uit te werken binnen een bepaalde periode van 6 tot 8 weken. En de volgende uitdaging is om nog verder te groeien en de capaciteit nog verder uit te breiden en de verbeterslag in de organisatie ook nog tot een nog groter succes te maken dan het nu al is. We kunnen heel goed met elkaar overweg en ze durft ook heel erg kritisch te zijn en daar heb je als baas heb je er ook wel gedaan. Edith is uitdagend, inspireert. Ze geeft steun bij de zaken die je moet bijdragen in het team. Altijd bereid voor een praatje of voor overleg. Direct. En dat is op zich prettig, dan weet je waar je aan toe bent. Maar dat is soms ook wel eens te. Dus een beetje kijken in welke omstandigheden het passend is en waar het eigenlijk even beter uitgesteld kan worden. Dat is zeker een verbeterpuntje voor Edith. Wat voor dier zou je daarmee kunnen vergelijken? Een dier, ja. Ik zie in Edith wel een kangaroe. Ik zou in eerste instantie denken aan een berin. Berin. Die zorgt heel goed voor haar jongen, voor haar eigen organisatie, ontwikkeling van haar eigen organisatie. Misschien ook nog wel met een giraf, vanwege het overzicht. Het is een heel krachtig beest natuurlijk. Een kangaroe die grote stappen maakt en heel resultaatgericht is en snel kan zijn. Een beer is altijd op zoek naar honing. En de pot met honing, ja, is natuurlijk dat is waar we als business uiteindelijk naar zoeken. Maar ook een dier met een buidel die verzorgend is en die heel veel aandacht heeft voor de mensen om haar heen. Een kat. Want als ik ergens een prooi zie of een doel, dan zal ik niet stoppen totdat ik dat doel gehaald heb. En in die zin misschien mijn klauwen er wel inslaan. Maar aan de andere kant heb ik ook wel een hele hoge aaibaarheidsfactor, als je me wat beter kent. Een aaibare kat. Een aaibare kat, ja. Ja, wat moet je daar als man nou op zeggen?